opent CapCut. Je zegt New Project. En je kiest eerst de achtergrond. Dit is de achtergrond. Kan ook een foto zijn. Nou, dan staat die op de tijdlijn in het programmaatje. En dan kies je Overlay, Add Overlay. En dan kies je het groene filmpje. En dat groene filmpje komt eronder. Ik schuif het even een stukje op. En ik zet het geluid op 0. En dan ga ik op zoek naar cut-out. Daar is cut-out. Uitsneden heet het in het Nederlands. En dan zeg ik remove background. En dat duurt even. En dan is al het groen, of eigenlijk de hele achtergrond, is weg. En dan kun je vervolgens, kun je hem nog laten klimmen. Je kunt het shotje steeds kleiner maken en op de plek waar die je dan weer ietsje verder moet, een keyframe plaatsen. Dat is zo'n klein ruitje boven de tijdlijn onder het preview schermpje. En steeds waar je zo'n ruitje neerzet, zo'n keyframe, daar maak je het shotje wat kleiner, het mannetje wat kleiner. En zo loopt het mannetje langzamerhand de trap op. En vliegt hij op een gegeven moment ook het beeld uit. En als je klaar bent, dan druk je op export, het knopje rechtsboven met het pijltje omhoog. En dan gaat hij keurig je filmpje opslaan. En dan staat hij in je fotoalbum.